Danny Minnits met een nieuwsupdate van vandaag, 4 augustus 2015. Dat is het bulletin van dinsdag. Ja, niet zo heel veel amateurnieuws vandaag. Dus doen we maar wat ander nieuws. Een coalitie van verschillende partijen, waaronder browseruitbreiding Adblock, zoekmachine DuckDuckGo en de Amerikaanse burgerrechtenvereniging IFF, heeft een nieuwe standaard gelanceerd waarmee internetgebruikers kunnen aangeven dat ze niet op internet gevolgd willen worden, zo meldt security.nl. Het gaat hierbij om een verbeterde versie van de Do Not Track DNT-standaard, die in combinatie met privacy software gebruikers beter tegen online tracking zou moeten beschermen. DNT kunnen gebruikers van Firefox, Chrome en andere gebruikers in hun browser instellen, waarmee ze aan websites laten weten dat ze niet gevolgd willen worden. In dit geval laat de browser dit via de header aan de website weten. Het is echter aan de websites zelf die de gebruiker bezoekt om hier gehoor aan te geven. De maatregel wordt echter niet technisch of juridisch afgedwongen. Ook in het geval van de verbeterde versie van DNT is het een vrijwillige maatregel. De IFF stelt echter dat websites die aangeven de nieuwe DNT-standaard te zullen respecteren, hier eigenlijk wel toe verplicht zijn. In het geval van een website of bedrijf dat niet doet wat het zegt, kan het bijvoorbeeld wegens misleiding worden aangeklaagd. De nieuwe DNT-standaard is volgens IFF geen advertentie- of trackerblokker, maar werkt samen met deze technologieën. Zo beschrijft de nieuwe standaard hoe websites met informatie van bezoekers mogen omgaan, bijvoorbeeld de tijdsduur dat een IP-adres in de logbestanden mag worden bewaard. We gebruiken niet zo vaak berichten van andere media, maar De Speld had vandaag toch wel een opmerkelijk bericht over de verslagenheid bij de pers de afgelopen dag. De titel is Media verliezen hoop op slachtoffers Alphen. De hoop op extra slachtoffers van het brugongeluk in Alphen aan de Rijn lijkt vervlogen. Verschillende Nederlandse media melden dat de kans op een volwaardige nationale ramp daarmee nihil is geworden. De verslagenheid is groot, zo meldt De Speld. Telegraafjournalist Bart Mos was gisteren binnen een uur te plaatsen. Hij zegt, wij zijn sinds gistermiddag met 9 teams van journalisten aan het zoeken geweest onder het puin. We hadden een prachtig slachtoffer gevonden, maar die bleek voor de ramp al in een rolstoel te zitten. De kans dat we nog iemand vinden wordt met het uur kleiner. Het ziet er naar uit dat er ondanks de enorme ravage niemand omgekomen is. Heel onwerkelijk allemaal. Mos vervolgt, als er na een uur iemand dood is, dan ben je eigenlijk al te laat. We hebben nog gesproken met het ambulancepersoneel, maar ook die mensen konden niets meer voor ons doen. Dit artikel is te vinden op de parodiewebsite www.speld.nl, speld.nl. Op de website hobbyscope.nl is trouwens een pagina met informatie te vinden over de komst van de nieuwe Fusion Repeater PIN-NOS. Dat was vorige week. En verder gaat ham-dmr.nl in een artikel verder in op de verschillen tussen de diverse digitale spraakmodulatiesoorten. Zoals aangekondigd gaat het dit keer over de variaties in de absorberende D-laag, nadat het de afgelopen keer over variaties in de reflecterende E- en F-lagen ging. Allereerst is er de al genoemde invloed van zonnevlammen op de D-laag, die de absorptie sterk kan doen toenemen. Waar die absorptie het afzwakken van signalen door de D-laag extreem groot is, tijdens zo'n zonneuitbarsting dempt de D-laag sowieso voortdurend. Die absorptie die zorgt dus voor de veel kortere afstanden op de lage korte golfbanden, zoals 80 en 40 meter, ten opzichte van de hogere banden vanaf 14 MHz. Die absorptie is dus om te beginnen veel groter bij het zonnevlekken maximum dan bij het minimum. Ook in de zomer is de demping van signalen door de D-laag groter dan in de winter. Hierdoor heb je op de lagere korte golfbanden dus zomers meer zendvermogen nodig dan 's winters. Verder is de demping midden op de dag het grootst en 's nachts het kleinst. Ook bij deze absorptie, de demping in de D-laag dus, maakt het uit of je nabij een van de polen bevindt of nabij de evenaar. Ook hier levert het meeste zonlicht op een zeker moment of een zekere plaats de meeste demping op. Anders dus dan bij de afbuiging van signalen, die ingewikkelder was dan alleen te reageren op het meeste zonlicht. Zoals gezegd, de hoogst bruikbare frequentie is overdag niet bij de evenaar, het grootst, maar bij zo'n 15 tot 20 graden ten noorden en zuiden daarvan. En 's nachts is er een band op 60 graden noorden en zuiden breedte waar de maximale gereflecteerde frequentie sterk in elkaar kukelt. Eigenlijk is het vrij eenvoudig. Het is altijd het best om een zo hoog mogelijke frequentie te kiezen die nog werkt. Je hebt dan te maken met de F-laag die de grootste afstanden garandeert bij de hoogste frequentie. En je hebt de minste last van de absorberende D-laag, dus de minste demping. Het ingewikkelde daaraan is alleen dat die hoogst bruikbare frequentie dus telkens varieert en dat je misschien ook wel eens tegen een lagere E-laag wilt reflecteren, omdat de skipafstand daarvan korter is. Tot zover de propagatierubriek voor vandaag. Deze uitzending wordt ook uitgezonden op het talkradiostation Shorties FM live op internet. Uitzendtijden daarvan zijn 's ochtends 8 uur, 9 uur en om 10:30 en 's avonds om 7 uur en om 10 uur. Shorties FM is te beluisteren via fm.shorties.nl. Voor smartphone is er een speciale low bandwidth stream voor het station.